Yo gasten, welkom bij een nieuwe video van Redix Gaming. En het is ondertussen meer dan een jaar geleden volgens mij dat ik voor het laatst een PC van onszelf heb uitgepakt. Nou, ondertussen is er een hele hoop veranderd qua het inpakken van de PC's, maar ook wat we erbij leveren. En ik ga jullie gewoon eens een update geven van hoe het eigenlijk is om een PC van Redix Gaming te ontvangen thuis. Hier is hij, een echte Redix Gaming doos. We hebben superveel verschillende maten. We hebben natuurlijk heel veel... We hebben grote cases, kleinere cases. We hebben orders die alleen maar een muisje zijn of zo. Dus we hebben allemaal verschillende maten. Dit is in principe de middenmaat. De PC die we vandaag gaan uitpakken is een Redix Gamer Advanced i200 R36T. Hoe onze naamgeving een beetje werkt is... Je hebt de i. Die staat voor Intel. Dan heb je 200, dat staat volgens mij voor i5. En dan heb je R36T. En dat is gewoon kort voor... RTX 3060 Ti. Je moet het één keer weten, maar daarna, als je het eenmaal snapt, dan is het best wel makkelijk. Nou, we gaan hem gewoon uitpakken. Maar waarom maken we niet zo'n naam leuk nou, zoals de Odyssey, zeg maar? Je bedoelt, waarom heet hij de Advanced en niet gewoon een coole naam? Nee. Of bedoel je dat we echt voor elke PC, elke configuratie een vette naam gaan verzinnen? Want dat is niet te doen, denk ik. Dan zijn de roofdieren en de Egyptische goden snel op. Egyptische goden. Ik ben sowieso echt niet 100% vandaag. Ik zei tegen Dylan, de stagiair, waarom staat hier Chinese tomato? Waarom doen ze één woord Nederlands en één woord Engels? Er staat gewoon Chinese tomato. Tada! We zullen hem hebben. Dit is de omdoos. En we zorgen altijd dat hij helemaal vol zit met luchtzakjes, zodat de PC... De doos van de PC niet kan bewegen in de doos, want dan zou het een rammelende boel worden, zeg maar. De zakjes hebben mooi onze branding. Chic, hè? Dus als je luchtzakjes met Redix Gaming wil, hoef je alleen maar een PC te bestellen. Hier is hij. Stickers krijg je erbij. Ik weet niet of we die altijd in de doos doen of... Volgens mij deden we dat eerst hier in de moederborddoos, maar goed. De moederborddoos, daar stoppen we alles in wat we over hebben tijdens het bouwen en waar wij niks meer aan hebben, maar jij misschien wel ooit nog. En natuurlijk de stroomkabel. Hè? Maar bijvoorbeeld hier schroefjes die over zijn en nog wat andere accessoires van de case. Dit zit volgens mij bij de videokaart altijd, dit mapje. Ja, dat is echt zwaar oninteressant. M2 schroefjes die over zijn. Mounting van de koeler die over is. Extra SATA kabels voor als je nog een HDD of weet ik veel in wil bouwen thuis. En de gebruiksaanwijzing van het moederbord. Maar in principe heb je weinig te zoeken in die moederborddoos. Behalve dit ding en misschien je wifi antenne. Je wifi antenne duwen we daar ook in. Als je die hebt. En we printen ook van die mooie stickers. Jongens, we zijn erop vooruit gegaan in de laatste... Ik wil zeggen in de laatste jaren, maar we bestaan pas 2 jaar. Dus ja, in de laatste jaren. Print ook mooie stickers erop, zodat wij in de voorraad weten wat het is. Het is een H510 Flow. En volgens mij proberen we alle H510's uit te faseren en helemaal over te gaan op de H510 Flow. De H510 is een super populaire case van NZXT. Waarschijnlijk ken je hem. Iedereen en zijn moeder heeft hem. Maar één groot nadeel was altijd dat hij een beetje slechte airflow had. En dat is nu opgelost, want de H510 Flow heeft flow. Hij heeft gewoon heel veel gaten in de voorkant. Waardoor hij betere airflow heeft. Dit is best zwaar. En, niet te vergeten natuurlijk, gratis bij elke PC, de Redix Gaming muismat. En als je een duurder model koopt, krijg je dan zelfs een RGB muismat bij. Op de doos staat nog de Discord code, die kun je nu scannen. Die kun je nu ook scannen trouwens op je scherm, als je op je PC kijkt, of weet ik veel. En je kunt in de server, in een of ander kanaal, kun je je ordernummer droppen en dan krijg je een klantenrol. Dus dan krijg je toegang tot klantenservice support of zo, ik weet het niet. Dan krijg je in ieder geval een klantenrol. Redix Gaming NL op Facebook, RedixGaming.nl op Instagram. Volg mij ook even op @Gijs van Redix Gaming als je wat dingetjes van achter de schermen hier wilt zien. En RedixGaming.nl op YouTube, waar je je nu bevindt. Of zal ik hem... Au. Ben je de boel weer aan het slopen, André? Sorry!
Zo, dan gaan we de PC uitpakken. Het is dus de Redux Gamer Advanced. Volgens mij heeft de Advanced dus een witte Flow-kast. En de normale Redux Gamer, niet Advanced, heeft gewoon de zwarte H510. Ik weet het niet. Het is dus de Advanced en die heeft een witte H510 Flow. Goed, als je de doos van de case openmaakt, dan vind je nog een sticker. Dit is volgens mij die stickers, dat ligt echt aan wie hem in heeft gepakt, hoeveel je er krijgt. Je krijgt er in ieder geval minimaal één. De doos van de videokaart doen we er altijd bij, omdat we heel vaak in de mail kregen van ja, mag ik de doos van de videokaart erbij? En uiteindelijk dachten we, ja weet je, als mensen dat zo graag willen, dan doen we dat gewoon. Hebben wij een doos minder om weg te gooien. Ja, dus daarom doen we die erbij. Dan hebben we een blaadje waar wat dingetjes op staan. Ik denk niet dat iemand dit leest. En nu, lezen met Gijs. Bedankt voor je bestelling bij Redux Gaming. Wij wensen je ontzettend veel plezier toe met het nieuwe systeem. Om ervoor te zorgen dat je optimaal gebruik kunt maken van je nieuwe systeem, willen we je graag laten zien op welke poorten je de monitor dient aan te sluiten. Ja, dat is wel handig dat we dat erbij doen. Dit was Lezen met Gijs. Sommige klanten, dit blaadje is ondertussen een beetje verouderd, want wij hebben hier nu een nieuwe oplossing op. Dat ga ik je zo laten zien. Maar sommige klanten stoppen hun monitor dus in de moederbord I.O. Wat in principe helemaal niet zo heel dom is. Want hè, als je een computer koopt, dan heb je er geen verstand van. Je ziet een HDMI-poort en duwt er een kabel in. Dat snap ik ook wel. Dus we doen dat blaadje even erbij, zodat klanten hun monitor tenminste op hun videokaart aansluiten. Nou, verder staat hier wat je moet doen als je schade hebt bij levering. Want ja, we verpakken het supergoed. En toch krijgen sommige couriers het voor elkaar om iets te mollen. Dus als je schade hebt bij levering, dan staat hier nog wat je moet doen. Maar ja, dat is niet zo interessant. En daar gaan we ook maar niet van uit dat dat gebeurt. Het gebeurt ook niet zo heel vaak. We gaan verder met de PC. De Redux Gamer Advanced i200 R6 NFT. Daar gaan we. Die eraf en dan zet je hem op zijn poten en dan friemel je dat zo eraf en dan hebben we hier de PC, de H510 Flow. Nogmaals, het enige verschil met de H510 is eigenlijk dat je dit paneel hebt, wat je er ook heel makkelijk van af krijgt trouwens. Daar kan, zoals je ziet, heel veel lucht doorheen. Is wel gefilterd, kun je af en toe met stofzuiger even schoonmaken en daarachter kijken we eigenlijk al naar binnen. Heel weinig obstructie. Hoe zeg je dat? Airflow obstructie. Je krijgt onze PC's altijd geleverd met zo'n zak erin. En wat dat eigenlijk is, kunnen we het zo even laten zien trouwens, met dat apparaat. Dat is gewoon schuim en dat duwen we daarin. Dat is gewoon vloeistof, zeg maar. Dat duwen we erin en dan zet het uit en dan vormt het zich een beetje na de videokaart. Zodat die tijdens transport niet beschadigt. Want je kunt je voorstellen, die zware kaarten, als die tijdens transport een stoot krijgt. En ook zware luchtkoeler trouwens. Die vinden dat niet leuk. Dus dan doen ze een zak erin en dan is hij beschermd. En nu gebeurt zoiets eigenlijk bijna nooit meer. Behalve als klanten hun PC terugsturen ter reparatie en hem vervolgens niet fatsoenlijk inpakken. En dan komt hij echt helemaal naar de kloten bij ons, terug. Dus als je je PC terugstuurt naar ons, pak hem alsjeblieft goed in. Zodat hij niet nog kapotter bij ons aankomt dan dat jij hem hebt opgestuurd. Staat hier ook, hè. Die mooie sticker. Voordat je de PC aanzet, dit paneel losmaken, het schuim eronder verwijderen en daarna het paneel weer terugplaatsen. Je denkt daar misschien niet bij na, maar Lon en ik hebben daar echt een keer een uur over zitten denken van wat moeten we nou op die sticker gaan zetten? Hoe moeten we dat nou gaan verwoorden, zodat het wel duidelijk is, maar niet te lang. Dus er zit allemaal heel veel zorg en aandacht in. En natuurlijk ontworpen door Ricky, die ook de thumbnails maakt. Zo. Ja, en dat ding, die moet je gewoon een beetje uittrekken, maar pas op als hij dus ergens achter haakt. Vooral bij heatsinks natuurlijk, want die zijn scherp. Pas op dat je niet kapot trekt, want dan komt er van dat stof uit. Dat is niet fijn. Dus gewoon een beetje zo, met beleid. Zo, dit is hem. De i200 R36T.
Ja, en dan ben je klaar. Dan kun je dit weer terugplaatsen. Wel plastic aan de binnenkant verwijderen, hè. Ik zie soms mensen die de plastic aan de buitenkant wel weghalen, maar aan de binnenkant van het glas niet. En daar kan ik niet tegen. Dus plastic aan de binnenkant ook verwijderen. Ik zal het nu niet doen, want deze moet nog naar een klant. Dus dat laat ik lekker zitten. Maar dan plaats je hem terug. Zo. Tjaka. En dan ben je klaar om hem aan te gaan sluiten. Nou, als je hem gaat aansluiten, hebben we hier echt, dit is echt de uitvinding van de eeuw. Dan hebben we deze sticker met monitor hier beneden aansluiten. Want je moet dus, zoals ik net zei, je monitor aansluiten aan de videokaart, anders heb je geen beeld. Soms krijg je bij Intel wel beeld, maar dan ben je dus je integrated graphics aan het gebruiken van je processor. En niet je dure videokaart waar je voor betaald hebt. We hebben een keer een klant gehad die echt maanden zijn integrated graphics gebruikt heeft. Kwamen we er toevallig achter dat hij dat in zijn moederbord had zitten en toen waren we zo van, meneer, je gebruikt uw videokaart niet. En hij had ook, het rare was, hij had toen een 79 toen op tijd, zo oud ben ik al, en dat was toen een van de snelste kaarten. En hij heeft het niet gemerkt. Dus ik weet niet wat voor performance hij verwachtte van een 79, maar niet veel blijkbaar. Maar goed, ik dwaal weer af. Waar hadden we het over? Deze sticker. En hier ook weer, trek mij los. Heel mooi gedesigned door Rick. En dan trek je die los. Ja, en wat dan nog wel eens gebeurt is dat mensen een monitor hebben die alleen maar DVI of VGA heeft en hem dan alsnog hier aansluiten. Maar om de redenen die ik al genoemd heb, dat werkt niet. Wij verkopen geen enkele PC meer die VGA of DVI ondersteunt. En waarom? Omdat er geen enkele videokaart meer is die dat ondersteunt. Dus als je monitor dat heeft, helaas, dan moet je iets gaan verzinnen. Goed, dit was een, ik wil zeggen rondleiding, maar bijna een tutorial Redux Gaming PC uitpakken. Heb je door deze video nou interesse gekregen in zo'n super vette i200 R36T in de H510 Flow? Check dan de link in de beschrijving, daar kun je hem bestellen. Vond je het een leuke video? Drop dan even een like en subscribe als je nooit meer een video wil missen van Redux Gaming. Ik ben Gijs, dat is André, dat is Dylan. Heel leuk dat je er was. Doei. Ik moet even zeggen dat ze de muziek uitzet. Dat ga ik nu doen. Fuck is! Favoriete dingen om te doen.